Nee, absoluut. Vanaf vandaag is het landelijke testbeleid voor corona gewijzigd. De zelftest die wordt de norm waarmee de overheid de verantwoordelijkheid bij de burgers zelf legt. Aan de telefoon nu woordvoerder van de GGD Flevoland, Sven van den Burg. Goedemiddag, Sven. Goedemiddag. Wat is er nou precies gewijzigd? Nou, het staat al hartstikke goed op jullie website, maar geen probleem om dat nog even kort uit te leggen. Die confirmatietest, met een moeilijk woord, die verdwijnt. Dat betekent dat als je klachten hebt, passend bij corona, dan doe je een zelftest. Nou, en die zelftest die wijst uit dat je positief bent. Dan was de bedoeling dat je naar de GGD ging voor een confirmatie, oftewel een bevestigende tekst met zo'n PCR-test. Nou, dat vervalt per vandaag, per 11 april. Er is dus geen... mensen hoeven dus dat niet meer te doen. Daar gaat het eigenlijk, komt het op neer. Ja. Er is één uitzondering, dat vind ik wel belangrijk om even te delen met jullie. Dat betreft zorgmedewerkers. Bijvoorbeeld, als je zorgmedewerker bent, is er nog een PCR-test nodig. Of als iemand in een verpleeghuis bijvoorbeeld woont, of een andere instelling met kwetsbare mensen. Nou, bij die groepen, daar is het nog wel steeds van belang om een PCR-test te doen bij de GGD. Als je denkt dat je corona hebt en je thuistest wijst uit dat dat zo is. Maar waarom is dat bij die mensen wel zo dan, maar de anderen niet? Nou ja, dat zegt het woord al, kwetsbare mensen. Dat zijn nog steeds groepen die vatbaar zijn voor allerlei virussen. En dus ook voor het coronavirus. Dus de Rijksoverheid heeft gezegd, nou, dat willen we voorlopig nog even zo laten. Dat zal ook op enig moment losgelaten worden. Wanneer, dat weten we nog niet. Maar dat is tevens ook de reden dat wij niet alle tenten gaan sluiten, alle teststraten, maar voorlopig nog even openhouden. Ja, en je hebt af en toe ook een test nodig om toch naar een bepaald land nog te reizen? Nou, bijvoorbeeld, of een corona-herstelbewijs is soms ook nog wel eens nodig. Ja. Dus nou ja, in dat soort gevallen, ik zal het niet allemaal opnoemen hoor, want dan wordt het een heel verhaal. Maar in dat soort gevallen is nog wel belangrijk. En als mensen willen nalezen welke uitzonderingsgevallen dat zijn, dan kunnen ze naar rijksoverheid.nl coronavirus en daar staat alles netjes op een rij. Ja, landelijk zie ik dat het met ruim een derde is gedaald ten opzichte van vorige week, het aantal positieve tests. Is dat voor Flevoland ook het geval? Ja, daar zit een vergelijkbare trend in. Dat zien wij inderdaad ook. Dus wat dat betreft gaat Flevoland mee in die trend. Nou ja, je ziet het overal. Dus wij sluiten daar als regio zeker ook bij aan. Ja. Nou heb ik met die zelftest heb ik ook wel eens een keer een raar voorval gehad. Thuis testte ik dan positief. En bij de GGD was het negatief. Een week later was die ook positief. En toen was die ook bij de GGD positief. Dat soort gevallen, blijft dat bestaan of niet? Nou, sporadisch. Kijk, het zijn natuurlijk... Je moet het zo zien. Die thuistesten die zijn zeker betrouwbaar, maar een test bij de GGD, zo'n PCR-test, is heel gevoelig. Nou kan het natuurlijk altijd wel, en dat is heel erg individueel afhankelijk, toch een beetje een andere uitslag wijzen. Maar het belangrijkste is om in de gaten te houden, heb je klachten, doe een thuistest. Je hoeft dus per vandaag niet meer naar de GGD om die bevestigd te hebben, met uitzondering van die gevallen die ik net noemde. Maar ja, soms kan je net even in een andere situatie zitten. Dat is zo afhankelijk, maar dat komt incidenteel voor. Ja, en houden jullie ook nog een slag om de arm als je een beetje met een scheef oog kijkt naar Shanghai? Ja, als je bedoelt wat daar... Daar is totale lockdown weer in één keer. Hè? Nou ja, kijk, wij gaan niet over een lockdown, maar het coronavirus is nog wel steeds onder ons. Dat zeggen we ook als GGD. Ja, dat bedoel ik. Het is natuurlijk nog niet zo dat de vlag uitgaat. Dus corona is onder ons. Hij is van pandemisch naar endemisch gegaan. Dus we proberen ermee te leren leven. Nou, dat gaat steeds beter. Maar het betekent niet dat we alles gaan sluiten. Sterker nog, we blijven met z'n allen, met de gemeente, met de veiligheidsregio, alle zorginstellingen waakzaam. En dat is nog steeds nodig. Maar het gaat echt wel de goede kant op. Dat kan je natuurlijk ook wel zeggen. Ja, hebben jullie wel zoiets van, nou, als het die goede kant op gaat, dan gaan we de testruiten wel sluiten? Onder welke voorwaarden zou dat zijn? Nee, dat kunnen we niet zelfstandig beslissen. We zijn natuurlijk een uitvoering gegaan, dus daar gaat CWS over. Maar dat gaat allemaal niet goed overlegd. Dus, en als het zo is, kom ik graag bij jullie om dat goede nieuws aan te kondigen. Ja, want dan kan de vlag inmiddels wel een beetje uit. Nou, dat zou zomaar kunnen. Goed, ja, zelfs. Maar vooral blijven we gewoon met z'n allen hard werken om het coronavirus onder te krijgen. Ja. Het gaat de goede kant op. Mensen worden minder ziek. Maar we blijven scherp. Blijf alert. Dankjewel, Sven van den Burg van de GGD Flevoland.